Hallo YouTube. Oké, ik weet dat dit vlogfilmpje misschien een lang filmpje wordt. Sorry hiervoor. Maar het filmpje van Jamila, waarover deze vlog gaat, was ook erg lang. Ik zag een x aantal tijd geleden een YouTube filmpje van Jamila Baidu, dat ze x aantal tijd geleden gepost had op haar YouTube kanaal. Met als titel, waarom ik even weg was. Ik hoop dat via mijn fans en de fans van Jamila dit tot bij haar komt. Dat zou leuk zijn. Want ik buig voor Jamila. Ze heeft goede filmpjes. En deze reactie post ik op haar filmpje. Jamila, ik begrijp heel goed hoe jij je voelt. Want velen zien YouTube-sterren, influencers, artiesten en etcetera, meestal zoals ze in hun filmpjes op YouTube en zo en op hun optreden en zo verschijnen. Hierbij toon jij in dit filmpje dat dit ook maar mensen zijn, zoals jij en ik en iedereen, met dezelfde gevoelens en zo. Velen kennen mij bijvoorbeeld als Macho Man, via YouTube en Facebook en zo. Maar dit is waarom ik dit schrijf. X aantal jaren geleden is mijn eerste valkparkiet gestorven, omdat hij ziek was. Ik had toen uiteraard veel verdriet. Mijn tweede valkparkiet, waarmee ik toen in vele kranten en zo kwam, omdat hij weggevlogen was en teruggevonden was en terug weggevlogen was, was een tamme valkparkiet die mij overal volgde. Ik was dus wel een beetje verdrietig. Vorig jaar, een paard dat niet van mij was, maar waarop ik wel jarenlang paardrijles volgde, is dus door mij gezien en dus door mij gezien werd als niet zomaar een paard. Omdat het mij van 0, van A tot Z, leerde paardrijden. Shadow heet dat paard. En ik er altijd bij terecht kon, als ik verdrietig of zo was, troostte het mij. Was ik ziek, een ritje en het ging beter. Ging de les niet zoals gepland, gaf dat paard mij altijd het gevoel van we komen er samen wel. Dat paard stierf vorig jaar en ik was erg verdrietig. Er staat een emotionele song op mijn YouTube kanaal. En als titel, SMS to an Angel. Waarvoor ik bij Emma Beel een liefde voor muziek toen de inspiratie vond bij SOS to an Angel. We hebben thuis een tijgerkat die mij overal volgt, met mij komt slapen. En als ik ziek of verdrietig ben, bij mij komt liggen. Ik denk dat als dit katje, wat ik ondertussen zie als meer dan een kat, waarover een filmpje op mijn YouTube-kanaal staat, onder de titel Shoshot, ooit sterft, dat ik dan instort van verdriet. Zoals ook jij, nu in dit filmpje, Jamila. En dat is heel normaal.
Verdriet kan je soms niet alleen hebben om een dier dat overleden is, maar ook om bepaalde situaties in je leven. Bijvoorbeeld om bepaalde mensen. En dus liefdesverdriet. Ik herken mezelf een beetje in jou, Jamila. In dit filmpje vooral. Want op mijn YouTube-kanaal staat een filmpje met de titel 12 jaar macho man. Dat ik in maart heb gepost. Oké, ik heb zoals ik in dat filmpje zei, op die 12 jaar al meerdere keren dit gevoel gehad. En toch blijven doordoen. Maar in maart had ik zoals ik toen in dat filmpje zei, echt het gevoel van het is op, het gaat niet meer, ik stop. En dat kwam toen door een samenloop van omstandigheden. Vorig jaar, rond deze periode, april, mei, juni, was ik smorverliefd op een meisje dat in een strandbar werkte. In die periode en ook daarna kwamen over dat onderwerp Love Songs online op mijn YouTube-kanaal, waarin ik het gevoel dat ik toen had op mijn manier verwerkte. Want zo heb ik al 12 jaar op mijn manier dingen en gevoelens en zo kunnen verwerken. Achteraf kwam ik erachter dat zij niet verliefd was op mij. En verdween ze met de noorderzon. Hij liet mij achter met veel liefdesverdriet. En een gebroken hart en zo. Ik heb toen wel even diep gezeten. En dan had je ook nog Julke, een artiest waar ik naar opkeek, die aankondigde dat hij ging stoppen. Een macho man die op dat moment op een dwaalspoor zat, met weinig views en zo. Ik had toen zoiets van, is het niet het juiste moment om te stoppen? Iets wat ik gelukkig toen niet deed. Door steun van fans. Dank u wel hiervoor. Het is nu in deze periode, april, mei, juni, een jaar geleden, wat met dat meisje is gebeurd. En ik ben er bovenop aan het komen. In de vorm van dat dit nooit mijn schuld was. En dat ze nooit meer terugkomt en zo. Verdriet kan je bijvoorbeeld ook soms hebben als een mens sterft, dat je dierbaar was. Op mijn verjaardag, x aantal jaren geleden, veranderde alles, plot in één klap, toen een meisje dat mij dierbaar was, stierf. Ik schreef toen een emotionele song, waarmee ik de kerk aan het huilen kreeg. En dit zelf bijna niet kon zingen, zonder huilen. Een song die helaas nooit op mijn YouTube-kanaal online kwam. Dat gevoel had ik ook toen mijn stiefoma stierf. En een song op mijn YouTube-kanaal online liet komen, met als titel SMS to an Angel. Ook vorig jaar stierf een meisje waarop ik verliefd was op school, waarvan ik haar hart brak. Het kwam tot vorig jaar nooit meer goed tussen ons. Ik heb mezelf daarover lang schuldig gevoeld. Maar ook, nog niet zo lang geleden, ik denk vorig jaar ook rond die periode, een meisje dat ik leerde kennen bij paardrijden in België, dat heel erg verliefd op mij was, maar waarbij ik eventjes
niet meer doorhad hoeveel ze van mij hield, dat mij toen liet vallen. Dat deed mij ook wel een beetje pijn. Misschien wel totaal iets anders dan het onderwerp van dit filmpje, Jamila. Het onderwerp van jouw filmpje. Maar om to the point te komen. Door zulke filmpjes, als bijvoorbeeld jouw filmpje, te posten, ben je open naar je fans. Iets dat Macho Man al 12 jaar is. En dat maakt Macho Man, Macho Man. En dat maakt Jamila, Jamila. Je bent dus open naar je fans. En je krijgt ook meer steun en begrip en zo hiervoor. Want misschien herkennen zij zichzelf ook wel in dit soort situaties. En vinden zij daar misschien wel troost en zo in. Einde vlog. Peace out. Mic drop.